Ik ben in 1998 gevraagd door Petra de Groot of ik voor één keer als gastschrijver een column wilde schrijven voor Het op Zondag. De opdracht was iets te schrijven uit het dagelijks leven. Iets wat herkenbaar was, de lezer aan zou spreken en ik ben gaan zitten. En toen bleek dat het niet moeilijk, maar hartstikke moeilijk was om op papier te beschrijven hoe een gebeurtenis had ervaren. Mijn eerste column ging over mijn ervaringen bij de bank en die had ik de boekhouder in de bank genoemd. De reacties waren overweldigend, ook naar de redactie toe. Op grond daarvan werd ik gevraagd of ik het nog een paar keer wilde doen. Dat heb ik gedaan en nu, ruim vijftien jaar later, doe ik het nog steeds met heel veel plezier. Het is in de loop der jaren ook steeds makkelijker gegaan. Ik luister naar wat er om me heen gebeurt of onthoud wat ik ergens lees en probeer het om te zetten in een column. Ik heb duidelijke afspraken met de redactie. Tot drie jaar geleden was dat Petra de Groot en tegenwoordig Erik Hoensson. Er wordt niets gewijzigd, de kolom wordt geplaatst zoals ik hem aanlever en dat werkt erg prettig. In de tekst op mijn achterflap van mijn nieuwe boek heeft Petra mij getypeerd. Je kan niet om hem heen. Aad van der Luyt, geboren op 13 september 1945, is een markante Leidse duizendpoot. De een kent hem als sportman, de ander als organisator, bevlogen ambassadeur van Goede Doelen of raadslid voor D66. Wat je ziet is wat je krijgt bij Aad. Wars van verborgen agenda's baant er zich hartelijk en oprecht een weg door zijn drukke bestaan. Hij doet wat hij predikt en zegt al veertien jaar wat hij denkt in zijn columns voor de Leidse krant het op zondag. De dingen waar hij over schrijft zijn uit het leven gegrepen, bewijzen van de Leidse botermarkt geplukt. Wie groet hij daar niet van achter zijn bakkie pleur? Van der Luit neemt geen blad voor de mond in zijn alledaagse zielenroerselen, maar juist dat maakt zijn columns zo authentiek. Hij giet over menselijk gedrag een sausje van herkenbare humor en kritiek en schuwt daarbij de confrontatie niet. Van kwaad tot ergernis is een vierde bundeling van zijn columns. Ik maak niet altijd vrienden, maar zolang men niet anoniem reageert en fatsoenlijk blijft, kan ik zeker tegen kritiek. Ik probeer maatschappij kritisch te blijven, er een vleugje humor in te brengen en soms persoonsgericht te zijn, maar zonder te kwetsen. Ik krijg wekelijks tussen de 100 en 150 reacties. Iets wat ik zeer op prijs stel, want dat houdt mij scherp. Mijn boek is 27 november gepresenteerd en heet Van Kwaad tot Ergenis. Ik vind het een absolute eer dat Jeroen Straathoff het eerste boek in ontvangst wilde nemen. Hij is de allereerste sporter ter wereld die actief was op de Olympische Zomerspelen, de Winterspelen en de Paralympics. Hij is voorzitter van de NOC-NSF Atletencommissie, maar bovenal een geweldig sympathiek mens. Het is mijn vierde boek, maar ik vind het toch weer erg spannend. MUZIEK